Ja, je zit Marcel positief ook. Het is donderdagochtend, bijna 7:30. Het is mooi weer, het zonnetje schijnt. En we beloven weer een lekkere dag te worden. Ja, nog één dag en dan morgenavond, uur of 9. Dat is de eerste wedstrijd voor het EK voetbal in Frankrijk. En dan kun je zo'n beetje je lol op. Vooral voor mensen die er niet van houden van voetballen. Vooral aan het beginfase, de eerste anderhalve week, denk twee weken, drie wedstrijden per dag. Nou, ga er maar aan staan. Voor de echte voetballiebers, die willen echt alle wedstrijden zien. Nou, ik ga er een aantal zien, maar zeker niet drie per dag. Maar los daarvan is het natuurlijk voor de echte liefhebbers natuurlijk een must. En ja, een leuke verzetje om daarna uit te kijken. Meerdere sportevenementen dit jaar, natuurlijk de Olympische Spelen in Brazilië en de Tour de France en alles wat komen gaat. Ja, het EK, ik denk dat er toch wel een hele mooie wedstrijden aan staat te komen en ook op de keerzijde ook niet zeggende wedstrijden aankomen. We gaan het beleven en ja, ik kijk er toch een klein beetje naar uit. Ondanks het feit dat Nederland zelf er niet bij is, ja, dan moet er echt bij moeten zijn. Als je kijkt wat voor landen er nu bij zijn, denk je van jeetje, waar gaat het over? Het Nederlands elftal, wat 2 jaar geleden de WK-finale net niet gehaald heeft, dan moet je daar toch bij zijn. Want Nederland hoort normaal gesproken wel bij de toplanden. Mijn favoriete landen, ik zal zeggen, dat is uiteraard. Altijd Duitsland die ver komt, die finale of bij de laatste vier. Spanje, acht ik in staat om er ook weer heel ver te komen richting de finale plaats. En ik geef Frankrijk ook een hele goede kans. En de rest, ja, is afwachten. En ja, dat zijn outsiders. Zeker, dat is België en wellicht Engeland. En verder. Ja, is het allemaal net niet, om het zo te zeggen. En zal die heel snel afhaken. Dus ik denk dat dat de toplanden zijn voor dit jaar. We gaan het beleven. En tot de next time. I see you later. Marcel Positivo. En nieuws en vandaag. Maar eigenlijk is het nieuws voor morgen, om het zo te zeggen. En maak er wat moois van.